Het is vandaag 12 juni. We zijn weer op de standplaats vlak bij de Slangenburg en de Zumpen. En op die standplaats hebben we een leenskas staan. Leenskas is een horizontale kast. In deze kast is op 29 april een kleine zwerm geplaatst met een nieuwe koningin. 29 april, dat is ruim 6 weken geleden. Dat betekent dat er nu 2 generaties nieuwe bijen geboren zijn van deze koningin. Het duurt 21 dagen voordat een bij wordt. Dat is 3 weken. Het is nu 6 weken verder. Dus we hebben eigenlijk 2 generaties, in ieder geval 2 generaties bijen van deze koningin. Zo'n zwerm begint met een 10.000-15.000 bijen. En die bijen die sterven na een week of 4, 5. En ondertussen worden de jonge bijtjes geboren. Dus die jonge bijen zorgen er weer voor dat er een nieuw nest gemaakt kan worden met nog meer bijen. Nou, daar in die fase zitten we nu. Dus het volk is nog niet in volwassenheid. Komt er wel tegenaan. Dat zal nog zeker 3 tot 6 weken duren. Dan zijn ze echt volledig oorlogsterkte. Maar ik ben benieuwd hoe ze er nu voor staan. Kijk gerust mee. Bij het imkeren gebruiken we een klein beetje rook. En rook kalmeert eigenlijk de bijen. We weten eigenlijk niet precies hoe het werkt. De suggestie is dat rook ze aanzet tot een soort noodmaatregel nemen. Ze gaan wat honing in hun buik opnemen om klaar te zijn om bij een ramp kunnen gaan vluchten. Rook maskeert ook wat geurstoffen van het bijenvolk, waardoor ze minder alarmstoffen maken en ruiken. Waardoor ze dus ook minder aanvallend zullen zijn. Nou, dit is een nieuw raam. Dit heb ik ze 3 dagen geleden gegeven. Ik heb even tussendoor een keer gekeken, omdat de linde ging bloeien. Nou, dit was dus een kunstraad. Ik zal even een kunstraad pakken, 3 dagen geleden. Dit is een kunstraad. Helemaal vlak. En dit hebben ze dus in 3 dagen uitgebouwd. Daar hebben ze echte celletjes van gemaakt. Zodat er weer meer ruimte in het volk komt voor eitjes, voor voorraden. Bijen kunnen enorm goed bouwen. En omdat dit volk echt in de opgaande fase zit, hebben ze veel jonge bijen. En jonge bijen in een bepaalde leeftijd kunnen goed bouwen. Deze kant, daar zit een klein beetje voer in. Dus dit hebben ze inderdaad al gebruikt om een beetje voer op te slaan. Altijd het raam op dezelfde manier weer terughangen. Bijen hebben een bepaalde orde in het broednest of in het hele bouwwerk. En die orde die probeer ik zoveel mogelijk te respecteren. Hier komen we naar het eerste raam wat we in de vorige video het laatste raam was. Daar zie ik veel jonge bijtjes op zitten. Ik voel daar ook wat gewicht in zitten. Ik ga eerst even kijken. Dit raam zit eigenlijk helemaal vol met larfjes en aan de bovenkant met voer. Ik hoop dat dat te zien is op de camera. Daar zien we de larfjes. In die cellen. Zie je kleine witte larfjes liggen en bovenaan, hier zit wat gesloten broed en wat oudere larfjes en daarbovenaan zit een klein beetje voer. Nou, dit raam bouwen ze prachtig uit. Daar krijg ik heel weinig aan te doen. Goed uit. Nou, je ziet ze is bijna onderaan. Het tweede raam vanaf de buitenkant gezien, daar zien we al veel meer gesloten broed. In dat gesloten broed, daar zitten dus de bijen die zich aan het verpoppen zijn. Hier zien we wat ouder gesloten broed. Hier iets jonger gesloten broed en hier het jongste gesloten broed. Je ziet het aan de kleur. De celletjes staan mooi bol. En dat bollen betekent eigenlijk dat de bijen voldoende voeding hebben. Dan worden die larfjes iets groter, dan hebben ze iets meer ruimte nodig. En dat is belangrijk, dat we gezonde bijen hebben die voldoende voeding hebben gekregen. Nou, hier zie je tot bijna bovenin het broednest en hier helemaal tot onderin, zelfs in de alleronderste celletjes. Daar zie je eitjes en larfjes. En dan in het midden het gesloten broed, dat is dus iets ouder. En bovenaan weer het klein randje met voer. En dat is precies eigenlijk zoals ik het graag zie. Waarbij je altijd een klein beetje voer boven hun hoofd hebben. Het derde raam, eigenlijk het middelste raam van het begin. En dat zie je ook omdat hier ook de leegcellen al wat donkerder zijn. En daar zijn dus meerdere generaties bijen in groot geworden. En elke keer als een bij zich verpopt, laat hij zijn huidje als het ware achter. Waarin hij zich verpopt, worden die cellen iets donkerder. Dan zien we eigenlijk hier wat eitjes, maar ook een klein beetje voer in het broednest. En dat voer dat zullen ze naar de buitenkant gaan brengen, zodat de koningin hier weer ruimte heeft om te leggen. Ziet er prachtig uit.
De bijen zijn eigenlijk heel rustig. Er was eigenlijk geen reden om het kapje op te doen. Maar het is gewoon een goed principe om bij volwassen volken dat te doen. Hier zien we weer een gesloten broednest. Dus deze net iets jonger qua broed. Deze zal nog een paar dagen nodig hebben. En dan komen al deze bijen uit. En dan zul je dus zien dat dit volk echt weer een grote stap maakt in zijn ontwikkeling. Want dit zijn weer duizenden bijen die uitkomen. Eén zo'n raam, als die helemaal vol zou zijn, zijn ongeveer 8000 bijen. Ik vind eigenlijk dat het tijd geworden wordt om die bijen wat meer ruimte te geven richting het moerrooster. Dat betekent dat ik het sluitblok wat aan deze kant hing, nu aan deze kant ga hangen. Zo, hier zit het moerrooster, het koninginnenrooster. En achter het koninginnenrooster kan dit volk dan verder bouwen. En ik geef dit raam. Ik ga even kijken of ik hier de koningin op heb zitten. Nee, deze kant. Heel onwaarschijnlijk. Maar kijken we ook even. Nee. Koningin loopt niet zo snel op een raam waar veel voer in zit. Dat is heel onlogisch voor haar. En ook een vers raam zal ze niet zo snel oplopen. Een raam wat net gebouwd is. Dus zoals ik het nu gedaan heb, zijn er vier raampjes in het broednest. Die vier ramen vind ik nu voldoende voor dit volk om als broednest te houden. Die kan ze nog helemaal mooi volleggen. En dan gaan we naar de buitenkant werken, achter het moerrooster, om daar de honingopslag te gaan genereren. Ik schuif dit allemaal aan elkaar. Ik zal dit morgen of overmorgen hier nog een sluitblok tussen zetten, dat hier ook nog een klein beetje betere warmtehuishouding is. En ik ga het vlieggat, wat nu hier zit, hier open doen. Er zitten twee vlieggaten op. Ik wil altijd dat het vlieggat boven het broednest zit. Dat vindt de koningin fijn. Die legt altijd richting het broednest. Maar is ook beter te verdedigen door de bijen. Dat ga ik ook aan de andere kant aanpassen. Sluiten de kast weer af. Met het doek. En voor vandaag zijn we weer klaar. Ik zal nog even de voorkant van de kast laten zien. Waar de twee vlieggaten zitten. Maar ik kon jullie niet onthouden om dit mooie plaatje heel even met jullie te delen. Jonge meerkoetjes. Nu staan we voor de kast. Je ziet dat de kast 2 vliegopeningen heeft, waarvan er nu 1 open is. De bijen vliegen nog een beetje naar de linkerkant, omdat die eerst open was, maar nu is de rechterkant open, omdat we het broednest wat meer naar rechts hebben verplaatst. Van voren gezien althans, van achteren gezien naar links hebben verplaatst. Omdat het broednest altijd bij de vliegopening moet zitten, zijn er dus 2 vliegopeningen mogelijk. Wordt het broednest nou zo groot,